Wij kunnen een heleboel verschillende deelnemers verwachten. We hebben weer een boel duo enkelingen, kleine groepen, grote groepen en ook weer praalwagens. Dus net zoals vorig jaar wordt het weer een hele diverse optocht wat wij verwachten. Wij hebben hier vanuit oudsher de groeskuilen en de gangmakers. Zij doen dit jaar ook beide weer mee in de categorie praalwagens. De groeskuilen die hebben weer een nieuw jeugdig bestuur die er weer volop ingaat. Dus die verwachten we dat we ook de komende jaren met een hele mooie wagen tevoorschijn gaan komen. De gangmakers die zijn wat terug aan het gaan, maar ook dit jaar en voor de komende jaren verwachten ze zeker te gezien in de optocht.
Nou hoorden we voor de carnaval dat vooral grote groepen met minimaal maar 20 mensen op een wagen mogen staan. Houden jullie daar ook een beetje rekening mee? Nou, daar zijn wij dit jaar wel door verrast. Wij kwamen er zelf achter, na eigen navraag, dat zo was voor onze verzekering. Wij stellen dat niet als eis binnen ons reglement. Geen stap terug. Weet je hoe zwaar dat is met een huis op de rug? Altijd feest is een goed idee. Wij nemen onze eigen feesttent mee. Welkom in de feesttent. Welkom op de allerleukste party van de dorp. Heel veel van onze deelnemers doen al wel jaren mee. Ja, dat is eigenlijk heel fijn om te zien dat ze toch elk jaar weer terugkomen. Veel plezier in deze dag! Laat dat op. Oh!
en midden.